Gil. Doelpunt te maken nummer 20, Bas Puimen. Tek brengt de stand op 1-1, doelpunt te maken nummer 18, Matthijs van Kessel. Ik op 2-2 met de wagen Stella Kortoets. Hij is een heel boos, zelfs 1-1 tegen 0. En daar kan ik ook nog eens een
Van Vangeli, handtekeningen. En nou gaan we zelf naar de drie. De afloop van de wedstrijd FC Lisse TEC of TEC, door Lisse met 3-2 gewonnen, staan met Bas Buimer. Brede glimlach, Bas, lijkt me wel terecht, hè? Ja, zeker. Als je gewoon überhaupt wint tegen een degradatiekandidaat en dan ook nog twee goaltjes erin mag prikken. Na een hele lange tijd geen goals, ja, dan heb ik een hele brede glimlach op mijn mond. Ja. Een spits wordt beoordeeld op zijn doelpunten. Ja, het werd wat tijd, hè? Maar jij, goed, je hebt ook een tijd niet gespeeld natuurlijk. Nee, inderdaad. Vorige week weer entree in de baas gemaakt. En ook met de invalbeurten niet echt hele grote kansen gekregen. En vorige week wel redelijk gespeeld, maar ook niet echt een goal kunnen maken natuurlijk. En dan moet je denk ik gewoon als spits rustig blijven. En je ziet het, je gaat uiteindelijk een kansje krijgen en dan moet je scherp zijn. Vlak van rust, beschrijf dat doelpunt even, want het leek dat Hanna Agari de bal verkeerd raakte. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe die ging. Volgens mij Hanna Agari wordt geblokt, waardoor die bal omhoog gaat en de keeper er niet bij kwam. Ja, ik was alleen maar te verdedigen en dan is het gewoon een kwestie van timen. En ik time gewoon beter, denk ik, en ik kan hem in een leeg bol koppen. Ja, want je werkt ook aan jezelf, hè? Je wil nog fitter worden, nog beter worden eigenlijk. Nou ja, inderdaad, na mijn blessure ben ik niet super fit geweest. En op dit moment ben ik dat wel. Ik probeer er wel wat aan te doen. Ik denk dat ik nog wel wat fitter kan worden. Heb je nog iets aan je eigen opleiding op dat gebied? Ja, zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hou natuurlijk ook wel van wat gezelligheid. En dat gaat niet altijd even goed samen natuurlijk met presteren. Ik denk dat dat nog wel een puntje is waar ik eventueel op kan gaan letten. Nou, heb je in ieder geval bijgetekend, je hebt het prima naar je zin bij Lisse. En volgend jaar ga je gewoon de tweede divisie voetballen. Want dit is een belangrijke overwinning, want je neemt afstand richting de onderste ploegen natuurlijk. Ja, ik denk dat we nu inderdaad bijna in het linker rijtje staan. En dat was ook het doel van vandaag. Zij stonden op 8 punten. En we wilden gewoon niet dat ze dichterbij kwamen. En inderdaad in de schoen komen als ze winnen. En in principe, ja, we hebben gewoon topzaken gedaan. 11 punten nu het verschil met de nummer laatst. Alleen maar lof vandaag. Ja, dan staat er 2-2 en dan maakt Niels Buijs die 3-2. Dat lijkt me ook fantastisch als je op de bank zit. Ja, zeker. En 3 kopgoals. Is ook nog niet gebeurd volgens mij dit seizoen. Dus dat is ook wel leuk. En nog even de tweede goal. Martin van Ewijk, perfecte voorzet en dan ja, staat hij. Ja, fantastisch, al zeg ik het zelf. Ik hoefde er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen. Hij geeft een fantastische voorzet met rechts en ik kan hem tegendraads inkoppen. Ja, dat zijn de lekkerste goals als spits. En als je dan een Martin van Ewijk hebt, ja, dan weet je dat je zulke ballen gaat krijgen. Dus dat is heerlijk. Volgende week VWSB, de eerste wedstrijd. 13 minuten zei je? 13 minuten gespeeld toen, ja. Ja, ja. Daar begon eigenlijk een beetje het kwakkel. Toen sloeg het noodlot toe, ja. En verrekte ik mijn binnenband van de knie. 6 weken eruit geweest. Tijd om dat te doorbreken, denk ik. Wat doe je met carnaval? Ja, ik doe vanavond even rustig aan. Want ik al zei, vorige week natuurlijk kramp gehad. Hè? Dus vanavond even herstellen. En ik ga morgen wel even een biertje doen in Sassendonk. Ja. Wat zei je? Dat is Zwolle. Dat is de carnavalsnaam voor Sassendonk. Ja. We kunnen zo'n carnaval vieren daar? Ja, zeker. Iedereen heeft altijd voor onder de rivieren. Daar leeft het echt. Maar in Zwolle is het ook één gekkenhuis. Dus gaan we daar even naartoe. En dan kom jij daar met 3 punten en met 2 doelpunten op zak. Nou, dat kan niet beter, toch? Nou ja, dat wordt een mooi feestje, denk ik. Ja. Ga ervan genieten, Bas. Ja, komt helemaal goed. Afgesproken, Robert. Vandaag gingen we breken met de traditie dat we na een overwinning de week daarna niet winnen. We hebben vandaag gewonnen. Ja, mooi, hè? Zo'n breken met de traditie dit jaar. Nou ja, fantastisch. 10 puntjes uit de laatste 4. Inderdaad, de eerste keer dat we 2 overwinningen op rij pakken. En 11 punten afstand nemen van de degradatiegrens. Ja, dat is gaaf. Ja, en dan vlak voor tijd valt hij 3-2. Want op het moment dat de 2-2 staat, ben je dan tevreden met een punt? Of denk je van... Ja, ik wel. Mijn ploeg duidelijk niet. Maar ik vond dat we te veel achteruit liepen. We konden geen druk meer op de bal. We lieten continu die bal inpompen. Ja, dan roep je het onheil ook over je heen. Ik vond die tweede goal ook slecht verdedigd. Met één klein stiftje kon die zomaar vrij voor Brian komen. Die coach. Beelden moet ik nog goed terugkijken. Maar ik denk dat we alleen maar naar de bal aan het glupen waren. En totaal niet naar de ruimte om ons heen. Maar goed, Niels had al een paar keer, hè, dat hij dichtbij zat. En vorig jaar zeiden we nog op de bank, vorig jaar stond hij volgens mij op 5 kopballen. En dit jaar wil het gewoon net niet lukken.
Hij kreeg nog een hele mooie aangemeten voorzet. Of eigenlijk van Boyd. Aan de andere kant die corner. Die keihard naast kopt. Nou, dat is een typische buisbal die hij gewoon tegen de touw kopt. Ja, en dat hij het dan uiteindelijk daarna nog een keertje doet. Net voor tijd. Ja, super. Heerlijk moment. En we gaan alweer vooruit blikken. De wedstrijd Lisse VVSB, we hebben het al vaker gezegd, blijft voor jou ook een bijzondere wedstrijd. En redelijk ontspannen kun je daar naartoe, hè? Want gezien de stand. Nee, hier gaan we heel ontspannen naartoe. En we gaan er proberen een spektakelstuk van te maken. En ik ga heel goed vragen aan mijn ploeg wat ze willen. Willen we echt alleen maar op resultaat gaan spelen. En een derby winnen. Of willen we ook gewoon risico nemen. Met de kans dat we wellicht met dat gevaar wat zij hebben voorin. Dat we de deksel op de neus krijgen. Nou ja, goed. Ik denk dat het een tussenoplossing wordt. Of een tussenweg. Maar dat het hopelijk iets meer spektakel geeft dan vandaag. Daar gaan we maar vanuit. Ik hoor de 3 punten tellen. Dat blijft ook het langst hangen. En we gaan alweer ons richten volgende week. Mooi wedstrijd is VSB. We feliciteren Rob de Ruiter. Of hij nou wel geen carnaval viert. Geniet van het leven. Ik ga zeker geen carnaval vieren. FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belasting.